Hey, ik ben Sam en in dit filmpje wil ik graag gaan kijken naar een soort ondergeschoven kindje van iOS, van het platform, zeg maar. Ik kom erop omdat ik nu een paar dagen de iPad Mini gebruik. En omdat ik erachter ben gekomen dat ik hier best een boek op kan lezen, ik heb er namelijk een heel boek al op gelezen, kwam ik er ook achter dat de iPad Mini met €329, niet de goedkoopste kleine tablet, maar wel de goedkoopste. Het goedkoopste iOS-device is waar je iTunes U goed op kan gebruiken. Nu werkt het overigens ook op de iPod en op iPhone. De schermpjes daarvoor vind ik persoonlijk niet optimaal. Het is gewoon te klein, zeg maar met andere woorden. Maar dit apparaat is dus het eerste apparaat wat mij betreft qua prijs, wat voor een heleboel meer mensen haalbaar is, hè, met zeg maar €330. Waardoor het super interessant onderdeel van iTunes U gebruikt kan worden. Ik heb eventjes de pagina van Apple geopend, zodat het misschien makkelijkst eventjes het eerste overzicht kan doornemen. iTunes U is zeg maar een app die in staat stelt een cursus te volgen. Een samengestelde cursus, en dat kan door verschillende universiteiten, door scholen, whatever, kan dat worden gemaakt. En dat kan dan worden aangeboden via de iTunes U-catalogus, zeg maar. In dit filmpje wil ik het meer brengen als iTunes U als ontspanning, zeg maar. Voor mij en voor meerdere mensen is het kennis vergroten van onderwerpen wat je interessant vindt, kan ontspannend werken. Zie het als een documentaire kijken. Hoe het voor studenten in praktijk en dat soort dingen is, daar zijn ook al zat voorbeelden van. Dat is niet aan mij om dat te delen. Misschien is het een keer voor een andere keer. In dit geval dus echt iTunes U als ontspanning. Dus gewoon toegang tot een cursus van bijvoorbeeld Open University of bijvoorbeeld van Yale of Harvard, MIT, whatever. Waar je dus zeg maar recreatief kan studeren. En kiezen wat je wil doen, hè, zonder dat het je duizenden en duizenden euro's kost. €329 zelfs, laten we het zo maar eventjes zeggen. Dus nogmaals belangrijk, er is een heel erg groot verschil met echt studeren. Je krijgt niet aan het eind een test zodat je het op je cv kan zetten. Die kennis zou je misschien in praktijk wel kunnen omzetten in munt, maar het is niet zo dat je daarna geaccrediteerd bent of wat dan ook. Dat is natuurlijk het grootste nadeel. Het grootste voordeel van iTunes U is dat je kan studeren, een cursus kan volgen van bijvoorbeeld Yale. Zonder dat je de druk hebt van een Yale-student te zijn en de kosten hebt van een student op Yale te zijn. Goed, daar gaan we dus naar kijken. Ik ga even terug naar het overzichtsscherm. iTunes U is overigens een app die je apart moet downloaden vanuit de App Store. Die is gewoon gratis, maar hij staat er niet standaard op, zover ik weet. Ik update mijn devices altijd, dus ik heb hem er al op staan. Maar volgens mij moet je hem downloaden. En hier zien we dus een overzicht van de cursussen die ik al in mijn iTunes U-account heb staan. Nu is het zo dat als je omdraait, de iPad, dat je dan een andere weergave krijgt. Dat is wat lastiger voor het videoshot. Maar weet dus dat er verschillende mogelijkheden zijn om dit weer te geven. Niet super interessant, maar even handig om te weten natuurlijk. Goed, als we hem neerzetten zien we hier aan de zijkant zien we berichten van de cursussen die ik volg en opdrachten die ik moet doen. Dat is te diep om op in te gaan. Laten we even de catalogus openen. Dan kom je dus in een speciale onderdeel van de iTunes Store, hè, van de App Store of whatever hoe je het wil noemen. En hier zijn dus allerlei cursussen beschikbaar. Nou ja, we zien bijvoorbeeld over Stanford University heeft iets over de verkiezingen van vandaag, van afgelopen week wanneer je het filmpje kijkt. En zo zijn er een heleboel dingen van verschillende grote universiteiten. Overigens is deze informatie niet per se gesloten tot iTunes. Dus universiteiten kunnen het op verschillende manieren aanbieden. Dus niet alles wat hier van Yale in deze app zit, zeg maar, is nergens anders te krijgen. Het is gewoon de manier waarop het gepresenteerd en aan elkaar verbonden wordt. En dat wil ik dus graag laten zien. Harvard University over Justice. En als je dan naar zo'n cursus kijkt, dan zie je wat voor materialen er bij die cursus horen. Heel veel filmpjes. En filmpjes zijn dus opgenomen colleges, hè, dat je gewoon de docent ziet praten. Dat gaan we zo meteen eventjes bekijken. En welke boeken erbij horen en dat soort dingen. Goed, ik heb al een paar cursussen die ik in iTunes U heb staan. De laatste tijd volg ik met veel plezier Early Middle Ages van Yale, dus over vroege middeleeuwen. En dan krijgen we dus hier eventjes een overzicht. Laten we beginnen bij de bovenste tab. En even kijken. Nou,
De tekst zal wel niet echt leesbaar zijn, maar hier krijgen we wat informatie over de cursus. Wie is de docent? Paul Friedman is echt overgezegd een onwijze held. Het is heel leuk om zijn colleges te kijken, echt een aanrader wat mij betreft. Nou, de indeling van de cursus en de syllabus die erbij hoort. Dat soort dingen staan ook allemaal gekoppeld bij de materialen die je kan downloaden of kan streamen. Want bijvoorbeeld al die films hoef je niet te downloaden. Dat kan wel voor als je het in de bus wil kijken of wat dan ook. Maar je kan ze ook streamen, dus zonder dat je dat al te veel ruimte opneemt, zeg maar, op je device. En dan komen we eigenlijk bij de, dit zijn dus onze stap is materialen. Dus wat hoort er eigenlijk allemaal bij die cursus? Er staan linkjes naar bepaalde apps of bepaalde boeken die je soms gratis kan krijgen, soms moet kopen. Dat is dus natuurlijk net maar aan hoe ver je wil gaan, zeg maar, met je kennisvergroting en hoe leuk je het vindt. Lang niet alles is verplicht natuurlijk. Het is alleen maar handvatten van wat hoort nou bij die cursus van Yale. Nou, en dan komen we in de berichtentab en dan kan je het vanaf bovenaf aan gaan volgen. En dan komt het heel simpel. Watch the class video, course introduction. En dat is dus gewoon het eerste college wat die lui hebben gehad van, oké, jongens, early middle ages gaan we bespreken en dit gaat er gebeuren. Op deze manier moet je papers maken en dat soort dingen. Papers kan je als iTunes U gebruiker niet maken en niet inleveren. Misschien is het wel helaas, toekomstmuziek zelfs. Maar je krijgt gewoon het volledige aanbod wat de studenten dus ook gekregen hebben. Behalve dat je dus dingen in kan leveren en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, dan kan je een video gaan kijken van het tweede college of wat dan ook. En tijdens dat kijken van die video heb je allerlei mogelijkheden. Ik zou de laatste nemen, omdat ik weet wat dat is gisteren gebeurd, zeg maar, dat ik dat heb gekeken, of vandaag zelfs. En dan kijken we even een stukje van de video. En dan zie je dus dat het gewoon opgenomen is vanuit de collegezaal. Today we're going to talk about what is arguably the most important event of the first part of our course, the conversion of constant. Nou, en dan kan je dat zo volgen. Ik zou hem even aan laten staan, maar het volume wat zacht zetten. Dus nu praat hij nog wel. Maar nu kunnen we dus ondertussen ook meer gaan doen. Bijvoorbeeld het transcript van de video lezen. Dus de geschreven tekst uit de video. Of we kunnen kijken van, we moeten Constantine en de Conversion of Europe lezen. Nou, nu is dat toevallig een boek wat je kan kopen. Nee, hij staat in mijn iTunes, of in mijn iBooks library. En dan zou ik daarop kunnen klikken. En dan brengt hij me naar de pagina's die ik moet gaan lezen. Daarvoor zet ik eventjes het filmpje uit, zodat we straks makkelijker terug kunnen naar het voorbeeldje. Maar dus stel dat ik het college heb gekeken en ik druk hierop, dan opent die iBooks, een andere app zeg maar, binnen iOS. En dan brengt hij me naar mijn iBooks plek toe. En dat soort dingen zijn super handig. Die integratie van die dingen zeg maar. Sterker nog, we zien hier dat ik hier een markering heb aangebracht. Dat is overigens heel makkelijk in iOS. Hè. Je houdt je vinger op de tekst en sleept dan de tekstgeel wat je wil markeren. Nou, in dit geval was het niet nodig, dus haal ik hem weer weg. En je kan daar ook weer een notitie bij zetten. Dus bij deze markering zou ik een notitie kunnen schrijven van demo in dit geval. En dan hebben we een notitie bij onze markering van waarvoor staat hier, waarvoor heb ik die tekstgeel gemaakt. Goed, dat is dus geïntegreerd met die college wat je aan het volgen bent, hè? Het college wat je net gezien hebt. Maar als we dan teruggaan naar iTunes U, dan zie je dat het zo goed integreert dat als je de notities oproept van je cursus, dat zie je hier dat alle notities die ik heb gemaakt en bookmarks die ik bij video's heb gemaakt en dat soort dingen, die staan gewoon keurig allemaal binnen deze weergave. En dan alle notities, cursusnotities, audio, video notities, boeknotities en dat soort dingen, die heb je dan gewoon allemaal toegang toe, zodat je voor de dingen die jij als interessant hebt gemarkeerd, kan teruglezen. Nou goed, daar ga ik waarschijnlijk wat verder in dan de meeste. Zeker als je dat als hoe noem je dat, als vermaak doet, hè? Het leren van dingen. Ik vind early middle ages en vooral de opkomst van het Romeinse Rijk, het christelijk Romeinse Rijk, zeg maar, heel erg interessant. Dat heeft heel erg grote invloed gehad. Dus ik vind dat leuk, zeg maar. Dus ik maak notities en ik wil dat begrijpen en ik wil graag lezen wat erbij hoort. Dus je koopt een boek en je hebt boeken die je gratis kan krijgen omdat ze in Project Gutenberg zitten. Bijvoorbeeld Confessions of Constantine of Augustine. Dat is dan, zeg maar, de
ja, god, hoe noem je dat nou eigenlijk? De keizer of wat dan ook, die tijdens de whatever, dat is in het Engels heb ik het net allemaal gevolgd, dus het is nu heel erg lastig om het opeens in het Nederlands te zeggen. Maar dan zie je dus bijvoorbeeld een overzicht, zijn dagboek, van hoe hij moeite heeft met de drie verschillende stromingen op dat moment en hoe hij daardoor gevormd wordt. En als resultaat daarvan het vroege Romeinse christelijke rijk, zeg maar. En dat soort dingen zijn, vind ik interessant, dus daar maak ik dan aantekening om. Maar dat integreert dus allemaal zo met elkaar. Nou, is het natuurlijk ook zo dat je niet alles hoeft te kopen of alles hoeft te kijken. Je kan markeren wat je hebt gezien en je kan het op die manier, kan je daar dus informatie bij halen. De belangrijke apps die daar dus mee te maken hebben zijn dus iTunes U en iBooks. Ik zal even iBooks zoeken, die staat hier. Even kijken, zo. Nu zitten we in een boek. Dan kan je bijvoorbeeld kan je filteren op de cursus die je volgt. Dus ik heb hier nu 4 boeken die je kan gebruiken bij deze studie. En er zitten er nog veel meer, maar ik ben nog niet zo ver. En die kan je dan in je boekencollectie kan je die filteren. Dus ik heb hier een overzicht met andere boeken. En ik heb hier een overzicht van de cursus die ik volg. Super handig. Maar als je nou bijvoorbeeld helemaal geen boeken wil kopen en alleen maar echt als interesse, wil ik graag nog een andere app aanraden. Dat is Wikipedian. Wikipedian is een app om Wikipedia te gebruiken, maar die in staat stelt om makkelijk en op een mooie manier bladwijzers en dat soort dingen te maken. Nou, hier kijken we even naar Platonisme of Platonism. En Platonism en Christianity, dat is toevallig het laatste college waar ik wat over heb gekeken. Dus dan wil ik daar graag wat meer van lezen. Hou er rekening mee dat Wikipedia lang niet altijd de beste bron is. Maar het is wel waarschijnlijk de beste gratis bron die je kan vinden. En zo kan je dan een notitie maken of bladwijzers maken die je ook weer in mappen kan doen. Dus Early Middle Ages, Yale. En hier zien we de dingen die ik al heb opgeslagen. Dus Constantine the Great. En dan, als we daar dan over willen kijken, dan klikken we erop en dan komen we bij die informatie. Die dus weer één op één verband staat met mijn iTunes U. Notities die ik in Wikipedia maak worden overigens dus niet geïntegreerd hier. Maar nogmaals, een heleboel dingen wel. En dat maakt het echt een superleuk en compleet pakket. En ik denk dat iTunes U gewoon bij te weinig mensen bekend is. Er zijn een heleboel dingen. Niet alleen als je geschiedenis wil volgen. We hebben hier journalisme en media. Ecosystems van Yale Open University, Stanford, Introduction to Robotics. Dat soort dingen. Ja, het is veel Engels en er is wat Nederlands aanbod, maar nog niet superveel. Maar als je de Engelse taal zo goed machtig bent dat je dit soort dingen zou kunnen volgen, en je bent iemand van die documentaires houdt of die studeren ook als ontspanning kan zien, is dit echt een enorme aanrader en vertegenwoordigt ook een heleboel waarde. Want die manier waarop die informatie aan je ontsloten wordt is vrij bijzonder en zo goed geïntegreerd dat het ook te doen is. En nogmaals, het grootste nadeel van zo'n cursus volgen bij Yale via deze manier is dat je er geen studiepunten voor krijgt waar je daarna mee kan schermen met je carrière of wat dan ook. Maar het grootste voordeel is dat je die druk niet hebt van een student zijn bij Yale. Dus je kan cherrypicking, hè? Je kan zelf uitkiezen wat je wil weten, wat je wil leren en hoeveel aandacht je daaraan mee besteedt. En dat maakt het in basis een stuk leuker om die informatie tot je te nemen. En als het dan ook nog eens een keer op een fijne manier gepresenteerd wordt en geïntegreerd is met je spullen. Dus we zien hier een, laten we eens even kijken, hier hebben we Platonisme. Heb ik een aantekening gemaakt. Ik klik op die aantekening en ik kan zeggen, bekijk hem in het boek. En dan zoekt hij het boek op en dan kan ik zien, hey, chapter 7, Platonism. En dan, waarom heb ik het geel gemaakt? Wat staat er omheen? Contextgevoelige informatie. Ik kan het zelfs koppelen aan audiobestanden, of in ieder geval aan videobestanden. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar een videonotitie, dan zien we hier bijvoorbeeld, hier gaat het bijvoorbeeld over, ik zal het niet durven uit, donatism. Wat is het verschil, wat is een van die stromingen, zeg maar. Er zaten een paar Engelse aantekeningen van mij bij, omdat het nogmaals, als je het in het Engels kijkt, is het in de Engelse aantekening maken een stuk makkelijker. En als ik daar dan op klik, dan brengt hij me naar het punt waar ik die aantekening heb gemaakt. Goed, een kleine laatste tip die ik nog wil geven is dat je ook via je Apple TV bijvoorbeeld kan kijken. Dat doe ik dan heel erg graag. Dan kijk ik dus op de grote televisie het college. En ondertussen open ik hier via de app open ik de notitiemogelijkheden. En dan kunnen we dus
Gewoon hem klaarzetten om te gaan kijken. Hey, ik wil hier een notitie. Nou, dan pakt hij de timestamp erbij. Kan je tikken in je notitie. Dat zou eventueel met een Bluetooth toetsenbord kunnen of wat dan ook. Je zou het zelfs eventjes op pauze kunnen doen en kunnen gaan tikken. En er zit een handige 30 seconden terugfunctie in. Maar op deze manier, dit kan dus ook zeg maar nogmaals op je tv zitten, zodat het niet zo klein is. Kan je dus wel op een heel ontspannen manier die informatie tot je opnemen. Oké, bijna 15 minuten dit filmpje. Ik hoop dat het in ieder geval een idee geeft van iTunes U. Vergeef me dat het zo lang heeft geduurd. Maar ik denk echt dat het een ondergeschoven onderdeel is van het apparaat. Of van ja, wat je kan zeg maar, met je iOS-device. En ik wou dat heel graag een keertje onder de aandacht brengen. Oké, dat was hem weer. Tot de volgende keer.